Ik zeg ook niet tegen jou, iedereen die scheel is, die loopt op zijn nek. Vloed die gaat irriteren na verloop van tijd. En dat is bij zo'n lastig naar groepje van middelmatige spelers, dan vraag je om problemen. Fred Rutte is op het trainingsveld een geweldige trainer. Daarbuiten beheerst hij zijn vak niet. Koeman mag Van Gaal zijn veters nog niet vastmaken als trainer. Ja, jij overdrijft en ik vind hem een geldrof. Johan Derksen, voetbalanalyticus. Naast Weerman een van de meest bekritiseerde beroepen in dit land. En ook komende zomer ben jij waarschijnlijk met geen honkbalclub van de tv af te slaan. Dus om te voorkomen dat jij steeds hetzelfde zegt, wil Bureau Sport graag in verhoor met jou afnemen. Ga je gang. Het is allemaal niet erg positief zoals je dingen brengt. Vanwaar die negatieve inslag? Nee, het is niet positief of negatief. Het is realistisch. Het is gewoon mijn mening op basis van het feit dat ik sinds 1966 beroepsmatig in de voetbalwereld meeloop. Mag ik langzamerhand een mening hebben, vind ik. Maar je bent wel bijna altijd negatief, Johan. Jawel, maar het onderwerp gaat vaak over zaken die niet zo goed lopen. En dan geef ik daar mijn mening over. Maar als ik Bert van Marwijk een geweldige bondscoach vind, dan krijg ik de bijnaam de voorzitter van de Henklub. En als ik Robin van Persie de beste speler van Nederland vind, dan ben ik pro-Robin van Persie en tegen Klaas-Jan Huntelaar. Dus ik ga gewoon mijn eigen gang en wat de mensen van mij vinden, Erik, het zal me worst zijn. Ja, wat ons heel erg opvalt is dat jij heel vaak dezelfde soort stokpaadjes gebruikt, hè? Jij zegt heel vaak bijvoorbeeld dingen zoals, dat is een hele modale voetballer. Het draait om geld. Clubliefde bestaat niet meer. Een dorpsidioot. Ik kan het niet serieus nemen. Een notoire domoor. Iemand is een hansworst. Notoire domoor. Dat is minachting van de kijker. Daar krijgt de paard een hik van. Ik merk dat jullie trouwe kijkers zijn. Reken maar. Ja. Maar waarom altijd dezelfde termen? Ja, het is natuurlijk vaak als hetzelfde onderwerp langskomt, dan ben je snel geneigd naar zo'n term. En de voetballerij die staat natuurlijk helemaal bol van de modale spelers. Te veel? Nou ja, als je wat kunt, dan speel je niet in Nederland. Want we zitten hier natuurlijk te koekeloeren iedere week naar de tweede garnituur. Want zodra je iets kunt met een bal, speel je in het buitenland en ga je geld verdienen. En wij kijken iedere week naar de lammer die tegen de blinden speelt. Waar mensen een dorpsidioot noemen. Er komt niemand uit zijn doel. Want je bent toch als aanvaller niet bang bij een corner van we moeten niet een duel met Isaacson, want dan ben ik mijn voortanden kwijt. Hè? Maar ze zijn vergeten dat hij en bij Juventus en bij Rennes en bij Manchester City hopeloos mislukt is. Dat is een slapzak. Heb jij nou de illusie, Johan, dat ze nu bij PSV denken wij hebben een hele slechte keeper gekomen met Isaacson? Dat denk ik wel. Ik had dat eerder door dan de mensen bij PSV. En ze zijn er ook wel achter, want ze hebben niet voor niets Titon gekocht. En ze hebben niet voor niets het contract van die man niet verlengd. Want... Is dat jouw invloed? Oh nee, dat is niet mijn invloed. Ik heb niet de indruk, als ik een mening heb, dat ze allemaal zitten te bibberen in de bestuurskamer tijdens de beleidsbepaling. Maar PSV heeft gewoon een verkeerde keeper binnengehaald. Want als je je goed georiënteerd had, dan had je geweten dat dat een hele slappe keeper was. Het gaat niet om of Isaacson een slechte keeper is. Het gaat erom dat jij altijd maar negatief over hem blijft. Zelfs als hij geweldig keept. Nou, hij heeft één gave. Hij wil als lijnkeeper nog wel eens een balletje tegenhouden. En ooit was er een wedstrijd tegen Utrecht. Toen kwamen er een paar balletjes die hem maar goed zonder hem in detail te gaan ontleden. Ron Jans, ben jij seizoenenlang negatief over? Nee, helemaal niet. Ik ben erg positief geweest over de Ron Jans van FC Groningen. Maar hij is bij Heerenveen op een of andere wijze de weg kwijtgeraakt. Want daar wilde hij de duurste aankoop die op zijn advies gekomen is. Bas Dost, die wilde hij anders laten voetballen. Het gaat niet om Ron Jans, maar hè? Als ik nu even mag uitpraten, want jullie hebben leuke stellingjes opgesteld. Dat vind ik prima, hoor. En je mag mij hier helemaal liquideren. Maar... ik vind dat Ron Jans bij Groningen het jarenlang structureel goed gedaan heeft. En bij Heerenveen het eerste jaar heeft hij het hele jaar verstierd. Heeft hij er niets van gebakken. En toen heeft hij zich... Oké, genoeg over Ron Jans. Een paar weken geleden kregen we te maken met een nieuw dieptepunt van jou, Johan. Er zijn er nogal wat. Ja, maar dit was wel een hele diepte. Dit was er wel één. Die mag in een gouden lijstje. Zeg het maar. Kun je inlijsten deze? Welke is het? Ja, het is er eentje op te luisteren. Ze krijgen daar van Holland voetballes. Elke Duitser, Spanjaard, Italiaan zal de oranje in zijn dit is toch staan. En als
pure minachting van de kijker. Daar krijgt een paard toch een hik van. Dat is gewoon een dorpidioot die we daar horen. Een notoren domoor, denk ik dan. Kan niemand serieus nemen. Ik ben het deze keer met jullie eens. Het is een ludiek project waar we voor gevraagd zijn. En dat hebben we gedaan. En we hebben dat met zelfspot gedaan. We vinden niet dat we kunnen zingen. En we hebben wederom bewezen, als je in Nederland bullshit maakt in dit smakeloze landje, maar ik dacht, dan sta je in de hitparade. Maar wij dachten, jij kan niet dieper zinken. Zie ik toch verdorie vanochtend een advertentie. Van een of andere duistere supermarkt voor een EK-snor. Olé, 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 zo lijk je op die kenner van tv. Ja, het rijmt wel allemaal. Maar daarvan niks over zeggen. Maar dit is toch afgrijzelijk? Ja, dat vinden jullie afgrijzelijk. Het zal mijn borst zijn. Jij vindt het niet afgrijzelijk? Nou, ik had het niet gezien, moet ik eerlijk zeggen. Ben je er trots op? Want het gaat over jou, hè, dit? Ja, ja, nee, maar het kan me niet schelen. Maar Wilfred en ik, die hebben een contract afgesloten met Lidl. Wij hebben daar commercials gedaan. Oh, is dat het? Draait het allemaal om geld? Dit draait om geld, ja. Is daar wat mis mee dan? Dat valt me wel een beetje van jou tegen, ja. Oh ja? Ja. Ja. Maar dat hoort bij de voetballerij ook. Want dat verwijt jij die voetballers altijd. Dat je zegt, alles draait om geld. En er zit een bus vol verwende miljonairs. Nee. Maar geldt dat nu ook voor jou, Johan? Nee. Kijk, het gaat om geld. Een contract is een contract. En als Dick Advocaat een contract tekent in België voor 600 of 700.000 euro. En ik kan in Rusland een week later het tienvoudige verdienen. Dan vind ik het niet correct als je als volwassene een contract tekent dat je overschakelt. Maar als Lidl een afspraak met ons maakt en Albert Heijn zegt een week later, jullie krijgen een dubbele, dan doen we dat niet. Dat is het verschil. Maar we werken hier toch voor. En inmiddels wordt het met bulldozers tegelijk naar binnen gebracht, het geld waarschijnlijk. Ik heb geen klagen. Dat lijkt me ook niet. Nee. Als je die clip jullie zijn niet gevraagd voor de Lidl-reclame? Nee, in dit geval niet. Wij hadden dat ook niet gedaan, Johan. Want bij ons draait niet alles om geld. Nee. Maar ik vind het wel verbazend, hoor. Want jij geeft vaak af, ook op Wilfred Gené, dat hij dergelijke dingen onderneemt. En dan ga je er toch zelf zitten. Ik kan me toch voorstellen dat je met het schaamrood op de kaken terug zitten kijken naar die clip. Of valt dat mee? Nou, je weet waar je aan begint. Hè? Je bent een volwassen man. Als ik dan moet opdraven in café Sientje in Amsterdam, dan denk ik wel eens van, waarom ben ik hier aan begonnen? Maar op een gegeven moment is ook geen weg meer terug. En we hebben dat met plezier gedaan. Alleen, ik heb op een gegeven moment heb ik een streep getrokken. Want kijk, alle programma's bellen nu of we komen zingen. En dat gaat me dan net te ver. Dat gaat net te ver. Ja. Nou, Johan, het wordt een lange zomer. We gaan naar je kijken. Houden. En jongens, jullie komen zelf een keer langs, heb ik gehoord. Dat zullen we nog wel eens zien.